Jongeren in de Oosterparkwijk kunnen de hele week sportclinics volgen bij het Johan Cruijffkoord. De kinderen hebben de keuze uit voetbal, volleybal of streetdance. Ook wordt er geoefend voor een toneelstuk dat vrijdag op de slotdag opgevoerd zal worden. Het initiatief is georganiseerd door de Oosterkerk in samenwerking met Athletes in Action. Middags en 's avonds zijn we hier op het veld aanwezig om te voetballen, te volleyballen en te streetdansen. Om wat contact te krijgen met de kinderen en de jongeren hier in de Oosterparkwijk. En uiteindelijk hebben we ook als doel om hen wat te delen over ons geloof in Jezus. Nou, ik kwam eergisteren met mijn vriendin kwam ik hier en toen zagen we tenten staan en toen zijn we hier naartoe gelopen. Ja, we hebben gevoetbald, trainingen, opwarmen en zo. Het is wel goed voor je. Warm lopen, trainen, voetballen, dus sport en beweging. Dan blijf je ook in beweging, dat is goed voor je. Dansen, voetbal en volleybal. Wat vond jij het leukst? Dansen. Waarom? Omdat ik daar al de hele week aan mee doe. Ik vind dit wel leuk, want sommige kinderen die zitten niet op sport omdat ze daar niet genoeg geld voor hebben, dan kunnen ze het hier toch gratis doen.